Ja, we staan hier in het perron in Hezen bij de aftrap van de Brabantse Dag 2017. En ik sta naast Boukje van Etro, de voorzitter van Stichting Brabantse Dag. Het is toch een tikje anders, zo'n jubileumjaar. Waar zit hem dat nou in? Dat zit hem in alles. Je krijgt felicitaties. Je beseft je hoe bijzonder het is dat je al 60 jaar iets hebt. Maar je grijpt ook de momenten aan om stil te staan, te genieten en vooruit te kijken. Wat zijn nou de dingen waarvan jij zegt, dat gaat het publiek dit jaar echt merken? Er zit wat extra energie in. Ja, dat zit hem heel breed. We hebben natuurlijk al een heel vrolijk thema gekozen. We hebben natuurlijk de parade van vermaak. Eigenlijk is de optocht altijd vermakelijk, maar nu zit het in het thema verweven. Dus dat zal met name het publiek heel erg meekrijgen. 60 jaar, dan heb je natuurlijk een feestje te vieren en daar horen cadeautjes bij. Basisschool De Trumakkers heeft groep 7 aan het werk gezet. Ze hebben hartstikke mooie tekeningen gemaakt over de Brabantse dag. En op de muziek van Gerard Maasakkers hebben wij genoten van hun creativiteit. Hans, we hoorden vanavond een verhaal vertellen over de toekomst van de Brabantse dag. We zagen jullie ontwerp. Toen waren we behoorlijk onder de indruk, want dat heeft een heel futuristische verschijning. Ja. Hoe zijn jullie daartoe gekomen? Ja, toen wij het thema brochure kregen, zijn we gaan kijken van wat zou voor ons een uitdagend onderwerp kunnen zijn. Na lang zoeken in de brochure zijn wij verder gaan kijken. En toen zagen we een berichtje op Facebook van de Heemkundekring Hezen. Dat er in 1938 een motor- en automobielclub in Hezen is opgericht. En na lang stunten met motoren en dergelijke zijn ze in 1968 begonnen met een plezierrit voor de medemens. En vanuit daar zijn we verder gaan denken en een link gelegd naar tegenwoordige tijd. Nou zie ik dat en dat doet het me een beetje denken aan de tegenwoordige tijd en de motorclubs. Ja. Klopt dat? Ja, we hebben gekozen voor een stoer onderwerp. Een keer anders dan het geëikte. Uitdagend. We komen als stoere mannen, brutale mannen, motormannen, Hezen binnenrijden. En dan komt er een omslagpunt, wat natuurlijk niemand verwacht. En dat is de kracht. Stoere mannen, maar een klein hartje. Ze gunnen het plezier aan de medemens. En dat omslagpunt willen we tonen. En vandaag ook even praten we met bloed, zweet en tranen. Michiel, wij staan hier naast een rariteitenkabinet. Wat gaan jullie allemaal doen, joh? Het ziet er heel indrukwekkend uit. Nou, we gaan naar ons absolute succesjaar van vorig jaar als algemeen winnaar. Dit jaar hebben we gekozen voor een totaal ander onderwerp. En we hebben gekozen voor meneer Pigmans, een geboren Tilburger. En meneer Pigmans had een hele grote passie. En dat was, als ondernemer had hij goed geld verdiend. En hij stopte zijn geld in zijn passie. En dat was een circus, een eigen circus. Geen gewoon circus, maar met name een circus gericht op rariteiten. Wat er gaat gebeuren is dat we ongeveer 40 keer gaan stoppen. Het wagentje komt langszij gereden. Op die wagentjes zitten ook zo'n beetje 20, 25 rariteiten door elkaar heen. Op dat moment gaan hier zo'n beetje aan iedere kant 14 LED-schermen gaan open. En op dat moment filmen wij live het publiek, zeg maar hoofdgrootte. En die mensen die worden dus eigenlijk op de wagen getrokken. En dan is dus één zo'n kastje, één zo'n rariteit, is een beeldscherm. En die mensen komen dan op de wagen in beeld. Dus je gaat op zoek naar interactie met je publiek? Jazeker, jazeker. Dat is de bedoeling. Je ziet ook op de banner dat eigenlijk onze subtitel is Nee, gij dan. En dat gaat ook weer terug naar de tegenwoordige tijd. Mensen hebben snel een oordeel over andere mensen als ze er iets anders uitzien. Het publiek wordt op de wagen getrokken en we zullen ons dan afvragen. En die mensen zullen zich afvragen. Ben jij nou die rariteit of ben ik het? Vanavond kregen we een terugblik in de tijd van hoe het vroeger was gesteld met de Brabantse dag. Maar we hebben ook een kijkje genomen in 2027. We zijn daar met de tijdmachine naartoe gereisd. En in 2027 blikken we terug op de parade van vermaak in 2017. Hm.
Nu zie ik dat de concentratie op de zondag is. Dat is ook heel erg fijn. De Brabantse dag is natuurlijk de optocht. Dus we hebben gezegd, we gaan de focus richten op het laatste weekend van de Brabantse dag. En we hebben dus gezegd, het moet een totaalbeleving worden die dag. Mensen moeten niet binnenkomen en snel naar de optocht weer wegrennen. Ze moeten vooraf vermaakt worden, achteraf vermaakt worden, de zaterdag ervoor vermaakt worden. Dus we leggen echt de focus op het weekend. Een dagje Efteling of een dagje Brabantse dag? Dat wordt de keuze voortaan. Ja, zeker. En dan is het heel duidelijk, dan wordt het een dagje Brabantse dag natuurlijk. Ja, we staan weer bij het volgende ontwerp van Vriendenkring Schenkels. Brit, wij zijn heel benieuwd. Hoe zijn jullie tot dit ontwerp gekomen? Het spreekt ons namelijk heel erg aan, want het gaat over muziek, radio. Vertel eens. Ja, wij hebben voor een draaiorgel gekozen. Wij wilden graag een leuk thema, een gezellig thema, waar iedereen aansprak. Dat we iedereen konden betrekken, jong en oud. Ja, en een draaiorgel trok vroeger van dorp naar dorp en trok het mensen samen. Mensen kwamen bij elkaar gezellig. Ja, en tegenwoordig gaan mensen van festival naar festival. Ja, en brengen de festivals eigenlijk de mensen samen. Dus je bent van terug in de tijd, de draaiorgel, helemaal doorgegaan naar de festivals. Kan je daar nog wat meer over vertellen, die link van toen en nu? Ja, we wilden gewoon een compleet beeld neerzetten van wat gebeurde er vroeger, wat gebeurde er nu. Ja, wij staan dit jaar natuurlijk in de top 3 van de meeste festivals. Brabant heeft de meeste festivals. Ja, en vroeger hadden wij de draaiorgels. Dus ja, het is een perfecte combinatie voor iedereen, jong en oud. Sponsoring is een heel apart iets. In het verleden ging dat wat makkelijker. Dan was het van nou, grote bedrijven en ook nutsbedrijven die sponsorden automatisch. Maar die tijd is voorbij. Dat betekent dat jullie sponsoren ook heel persoonlijk en individueel zullen moeten benaderen. Ja, dat doen we zeker. Dat is een netwerk. En mensen in de ogen kijken en dan vertellen hoe goed de Brabantse draag en wat voor evenement we zijn. Ja, dat is heel belangrijk. Je hebt daar natuurlijk allerlei middelen voor. We hebben dus nu ook bij de Brabantse dag het Brabantdorp. Daar ontvangen wij onze gasten. Onze gasten die brengen we andere gasten mee, dus wij organiseren een stukje netwerk. En zo krijg je een multiplier effect waar mensen toch graag bij aanwezig willen zijn. En dat geeft naar de hand dus weer reacties van, oh, dat vinden wij geweldig, wat kunnen we iets doen? En dan kun je aanhaken op wat men gezien heeft. Dus het is, de kost gaat voor de baat uit in dit geval, ja. Waar kijk jij zelf het meest naar uit? Ik kijk het, ja, er zijn heel veel mooie momenten. Ik kijk uit naar het enthousiasme en de start van het bouwseizoen. Maar ik kijk ook enorm uit naar de ontlading achteraf. Dat is echt wel in een besloten kring. Wanneer ik weet dat we ongelooflijk veel bezoekers hebben kunnen vermaken. Maar dat ook iedereen weer veilig terug staat op de bouwplaats. En dat we samen het mooi afsluiten. En heel snel na die zondag weer vooruitkijken naar het jaar erop. Hebben jullie moeite gehad om het thema uit te diepen? Nee, we waren er eigenlijk wel vrij snel over eens. We zaten vrij snel op één lijn. Iedereen was enthousiast, iedereen had er zin in. Dus ja, nou, dan wil je groep nog en dan komt het helemaal goed. Veel succes. Ja, dankjewel.